heb hier een energiedrank dat luistert naar de naam. Koks. Koks energie. Pure witte energie. Ja, ik kan hier een heel groot verhaal of heel lang verhaal over vertellen. Niet dat ik er heel veel van weet. Maar in sommige landen, ik zeg sommige landen, schrijf het misschien ook wel anders, maar als je nu eenmaal zegt koks, dan kan je maar beter de kamer uitgaan of iets anders gaan doen, want het wordt niet gewaardeerd. Koks, ja, zelfs koks hebben hun eigen energiedrank. En natuurlijk een pure witte energie, want koks, ja, lopen meestal in het wit. Ook kan het zo zijn, je zou maar een achternaam hebben, koks. Een Gerard misschien wel. Goed, alle gekkigheid op een stokje. Dit is een Duits energiedrank. Kijkt u maar. Gemaakt in Germanië. Of Germany. Wat is het? Nou, ik heb geen flauw idee. Ik weet wel dat het een vrij prijzig energiedrankje was toen ik het kocht. Iets meer als een euro. Ik zou geloof iets van 1,25 in die geest. Wat ik nu zie is een wijproduct. Dat is maar liefst 51%. Ja, dan denk ik volgens mij aan een andere frisdrank die het ook bezit. En natuurlijk zit er ook de nodige cafeïne in en citroenzuur. Taurine ben ik nog niet tegengekomen, maar misschien zit het er ook wel in, maar ik denk het niet. En natuurlijk waarschuwen ze hier ook dat het niet geschikt is voor kinderen en zwangere vrouwen. Of cafeïne gevoelige mensen. Koks dus. Ook weer leuk voor iemand die dat verzamelt. Je zou zeggen, nou, leuk zwart blikje met wat witte letters erop geknoeid. Is inderdaad ook zo, maar als je het echt voelt, dan voel je de letters ook. Zou je bijvoorbeeld slechtziend zijn of blind, dan kan je dit echt voelen. Het is heel grappig eigenlijk, maar ja, een leuk detail. Ik ga me gauw inschenken. Ik ben erg benieuwd naar de smaak. Nou, dus witte energie. Zo ziet het er dus uit. Vrij troebel dus. Doet me denken aan bitter lemon, de kleur dan. Maar nu de smaak, of in ieder geval de geur. Ik zal eerst even ruiken trouwens. Het ruikt zoetig. Maar waarnaar? Ja, het heeft nog geen. Het is wel sterk geparfumeerd, maar waarnaar het ruikt, is mij nog niet helemaal. Goed, ik ga maar proeven. Oké, dat is duidelijk. De smaak is zoals we die kennen van vele energiedranken. Maar toch weer met een extra smaakje aan. Ik weet niet of je die cream soda's kent. In die trend moet je het een beetje zoeken. Niet helemaal. Het is een beetje een mengeling van beide. Met andere woorden, het is een vrij vriendelijke energiedrank die niet al te scherp is. Alle scherpe kantjes zijn er eigenlijk een beetje van af. Persoonlijk vind ik dat erg prettig.
De zoetkracht is ongeveer gelijk, al is de zuurtegraad dan weer wat minder, vind ik dat zelf. En dat, ja, daar hou ik toch wel van. Ik hou niet van die hele sterke smaken in een energiedrank bijvoorbeeld. Of hele zure energiedranken bijvoorbeeld. Ja, ik vind hem eigenlijk vrij lekker en het mag ook wel voor die prijs. Koks, dus witte energie in een zwart mooi blikje. Ik dank u voor het kijken en graag tot de volgende keer. Een fijne avond of anders een prettige dag. Dag.